Bo. Bo, goede vrienden, we hebben een probleem, hè? Ah, ja, we hebben zo'n droge keel en ik zie daar glazen staan. Kunt jij aan niks anders denken, jij? Jij denkt ook altijd aan hetzelfde. Ja, aan seks. Tienke, jij weet niet eens wat seks is. Jawel. Bon. De voetbalclub van de Harmonie, FC de Rietjes, dient een klacht in jegens ons. Wegens. Geen verwarming in de kleedkamers en onder de douche koud water. Op een blote flikker. Dat ze dan rap hun naam veranderen in FC de Mietjes. Ja. Maar ik heb wel een brief gekregen van de voetbalbond, hè, dat deze heuvel moet veropen worden. Dat verdreigt een schorsing. Oh, wel. Laten repareren, hè, voorzitter. Oh, ja. Dat weet mijn dikke teen ook. Maar wie gaat dat betalen, hè? Mijn PR-budget voor dit jaar is opgesoupeerd. Daar zitten wij wel mee een dik probleem, hè? Ja. Ja, ik snap niet wat er nu nog te lachen valt. Ik lach omdat een goede voorzitter zoals ik zorgt dat er altijd iets te drinken is op een vergadering. Voor elk probleem een oplossing achter zijn ellebogen heeft. Oh, dan. Ik ben curieus. Ja. Hier. Om de samenhorigheid onder de mensen te bevorderen, richt de gemeente een wielerkoers in voor amateurs. De eerste prijs, 1.000 euro. Amai! Daar moet ik een week voor werken, mijn gedacht. Waarom zou dan iemand van de ploeg meerijden? Ja, ik! Mijn gedacht. Op een driewieligje zeker. Ja. Nee, ik had niet gedacht aan onze papa Weerzer. Ja, ik heb al een koersfiets, hè. Voilà. En ik heb toch ook een getraind lichaam. Oh, oh. Voorzitter, ik doe het voor de ploeg, hè. En jij wint die koers. En wij zijn gered. Ja. De burgemeester vraagt wel nog vrijwilligers voor de organisatie. Ah, ja, ja. Ik wil seingever zijn. Maar dan moet ik wel bevoorraad worden. Ja, ja. Ja, en ik? Jij. Jij zorgt voor de rechtstreekse commentaar voor Radio Hallo. Oh ja. Op de motto. Wauw. Ja, dan mogen nu die glazen stilletjes... Ja, ik zal ze wel gaan halen. Nee. Dan heb ik dat wel dood. Ja, uw handen staan zo, hè, kameraad. Pak jij die fles dan maar. Ja, oké. Okay. Ja, meneer Boma, wie zijn handen staan zo? Vraag dat er naar de splitsing komt. Ja, en ik houd mij bezig met de inschrijvingen. Lieke, inschrijvingen. En we hebben ook iemand nodig die contact houdt met de gemeente. Ah, ja. Wel, dat moet iemand zijn met présence en met mensenkennis. Ja, voilà. En hij moet goed kunnen organiseren. Voilà. En hij moet vooral op goede voet staan met een burgemeester. Ah, voilà. Maurice. Voilà. Maurice, bedankt. Ja, zeg, ik wil ook meedoen, hè. Oh. Maar ja, jij kunt na de koers de straat vegen. Oh. Ik wil meerijden. Op een trottinet. Ja. Allee, Sjoeke, dat kun jij toch niet? Wat blieft? Allee, Kerbin, dat is toch een koers voor mannen? Ja, waarom doet jij dat mee? Als een dan met een pol wel een man is, tja. Ja, een dikke nek, ja. Oh. En daarbij, waarom zou een vrouw dat niet kunnen? Hè? Ja, je hebt wel vrouwen die de marathon lopen, hè? Carmen, als wij een kilometer ver zijn, dan lig jij al 300 meter achterop. Oh ja, maar wel, dat zullen we dan wel eens zien, hè? Schoolmeesterke. Ik rij mee. Jij maakt geen schijn van kans. Oh. Mijn Pol is wel een echte sportman. Hè? En de beste die er is, niet waar, mijn Polleke? Niet waar, mijn Polleke? Waarom doe jij dat ook niet? Ah, als jij dat wilt, mijn Polleke. Zo. Voilà, hè. Het beste is nog niet goed genoeg voor mijn kampioen, hè. Eerste. Ah, gele limonaad. Ja, waar is je? Gele limonaad, ja. Zo, voilà. Ik ben klaar. Kunt je mij dat nu betalen, meneer Fernand? Betalen? Ja, ik ga je betalen, hè, Marge. Maar niet met geld.
Huh? Met wat dan wel? Met ondervinding. Hé, ik maak voor u een duivenmelker uit de duizenden. Pas op, je kunt er schatten mee verdienen. Huh? Tof. Dank u. Wacht, zal u eens iets leren? Ja. Kijk, kijk, goed. Gaan we eens hier. Hier, hier, voilà. Hier. Wat zeg jij tegen het vrouwke? Hè? Roekede koe. Want je gaat nu ver op reis, hè? En je gaat ze niet zo gauw meer terugzien. En ik verstaat je? Nee, maar je legt het ook niet goed uit. Ah nee, veronderstel dat je nu een paar dagen weggaat bij Bieke, hè? Ja. Dan wilt jij toch graag zo vlug mogelijk terug thuis zijn. Ja, dat is waar. En als jij dan s'avonds of s'nachts thuis komt, ja, wat doet je dan? Allee, hè? Ah, ja, natuurlijk. Zo stil mogelijk de trap op, want anders dan valt Bieke mij lastig. Ja, ziet, je moet nog veel leren. Allee. Maar omdat ik een brave mens ben, mocht je mij zondag komen helpen als mijn duiven vallen. Hè? Om ze mee op te rapen. Maar... Hoi, zondag. Dan kan ik niet. Dan moet ik naar de koers. Koers? Welke koers? Ah, de kermiskoers. De Pol die rijdt mee. Want we moeten geld verdienen. Want de douches die moeten gerepareerd worden. En anders, hè, dan worden we geschotst. Je wilt toch niet zeggen dat die koers hier voorbij komt als mijn duiven moeten vallen? Hoi, ja. Man. Miserie, hè? Dus met andere woorden, zo'n koers, dat verhoogt het samenhorigheidsgevoel van de mensen. En dat is tegenwoordig mode. Dus de politiek die moet volgen, hè, Mariske? Goed, dan kom ik morgen de rugnummers ophalen. Dat is goed gedacht. Ik ben blij dat iedereen zo ongelooflijk enthousiast is over mijn idee. Meneer de burgemeester, met u heb ik een uitje te pellen. Ah, meneer de Koster. Mans. Mans, wel gekomen, maar ik heb u niet horen kloppen. Ah, nee? Ah, wel, dan zal ik kloppen. Voilà, ik eis dat dat onnozelkursje van zondag wordt afgeschaft. Meneer de Koster. Mans. Mans, zo'n onnozelkursje, dat brengt wel mensen bij elkaar. En dat jaagt mijn duiven weg. Ik doe beroep op de milieuwet. De milieuwet? Welke milieuwet? De milieuwet. De wet die verbiedt dat er wordt gekoerst als mijn duiven moeten vallen. Meneer de burgemeester. Ja, uit de weg. Met u heb ik een ei te pellen, hè? Ook een eiken. Dat is hier precies een kiekenkop. Ja. Ja, ziet je, maar dan Carmen wil ook geen koers, hè? Geen koers? Wel een koers. Voor iedereen. Ja, waarom mogen de vrouwen niet meedoen, hè? Burgemeester van mijn voeten. Ja. Ik beroep mij op de wet van het gelijke kansenbeleid. Tja, hier brengt Carmen een belangrijk punt naar voren, burgemeester. Eén belangrijk punt? Twee belangrijke punten. Ik mag dus meedoen? Ik zou niet weten waarom niet. Oh. Ja, ik zie u al trappen op uw verloken, zo met een spannend pakje en twee belangrijke punten. Er is een kapitaal aan prijzen, man. De Koster, Smans. Meneer Water, die is daar. Kom jij ook reclameren misschien? Nee, mijn ventje, nee. Die komt mij steunen, ja. Ik heb gezegd, Xavier, je gaat mee en je laat u niet doen, hè. Ja, maar... Ja, zwijg nu maar. Je hebt al genoeg gezegd, hè. Oh, meneer de burgemeester, dank u wel. Kom hier, zeg ik. Wat is het?
slag thuis gehaald, hè, ja. En mijn ventje, hè, die heeft mij gesteund, hè. Ja. Oeh, Xavier, en ik dacht dat jij er tegen waart. Ja, natuurlijk ben ik er tegen. Dat Paul er tegen is. Paul wil gewoon niet dat Carmen zich belachelijk maakt. Schrik om te verliezen van een vrouw, ja. Zeg, Pascal, waar blijven mijn twee hardgekookte eieren die ik besteld heb? Mark is er om, Carmen. Zeg, en ik vraag mij af, waarom moet jij nu ineens eieren hebben? Is dat wel zo gezond? Ja, Pascal, ze moet haar lichaam voorbereiden op de harde inspanning, hè. Ja. Ja. Oh, merci dat jij mij zo goed steunt, Joke. Ja. En daarom, hè, mocht jij van de avond in mijn schoen masseren. Ah, ja, ja. Met masseren? Ik... Goeiedag allemaal. Dag, mevrouw. Wacht eens. Vera? Maurice? Vera! Mauriceke! Oh, wat een toeval. Hoe gaat het? Jij ziet er nog altijd schitterend uit. En jij dan? Jij bent nog schoner geworden. Pascalke, breng ons eens iets te drinken. Voor mij, je weet wel. Hè. En voor Vera... Een witte martini. Een witte martini. En? Wat brengt u naar hier? Ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Ah. Maar, Maar dat blijft onder ons, hè? Beloofd. Krik, krak. Pascal, ik wil mij daar nu niet mee moeien, hè, maar ik zou daar niet gerust in zijn. Hè? Waar is de tijd dat jij op mij kwam babysitten? Hoe dikwijls heb je niet op mijn schoot gezeten? Om paardje te rijden? Ik wist wat jij graag had. Hè? Eerst traag en dan rustig morgen. Ja, we hebben fijne momenten beleefd samen. Bedankt, Pascal. Maurice, kan ik u even spreken? In de keuken? Ja, Pascal, service, hè. Nee, nu. Momentje, Vera, ik ben direct terug. Madame Pascal, Fjanke. Ik zeg altijd, het zal me niet verwonderen als het daar gaat donderen. Ja. Maurice, wie is die vrouw? Dat is Vera. Ah, Vera. Ja, Veraken. Oh, je ziet er nog schitterend uit. En jij dan, je bent nog veel schoner. Vera is een vriendin. Ah, een vriendin. En wat voor een vriendin? Een vriendin of een vriendin? Een vriendin van vroeger, oké. Van veel vroeger? Of... Allee, Maurice, je kunt toch wel wat meer zeggen. Hè? Pascalke, ja? Zijt je jaloers? Ik jaloers? Allee, Maurice... Ik wil gewoon weten met wie dat jij omgaat. En wat zat ze daar in je oor te fluisteren? Dat mag ik toch wel weten, hè, Maurice? Je hebt toch geen geheimen voor mij, hè, Maurice? Pascal, ga dan! Ja, ik heb mijn zalm om het moeten eten, hè. Man, hoe kan een café nu draaien zonder personeel? Eindelijk, zeg. Je was bijna een goede vaste klant kwijt, hè. Oh nee, maar dan Pascal, kom. Vierke. Waar is Vera? Ja, die is het afgebold, hè. Ja, wat wil dat schu madame in de steek laat? Nee? Ja, wilt je nu eens wat weten? Met mijn fiets is gestolen. Oh, wat zeg je? Gestolen? Ja? Foei, zeg. Ja, maar gevraagd, Javi, in wat voor een wereld leven wij toch? Ja. We gaan dat toch aangeven bij de politie. Ja. Politie? Oh, die houden zich daar niet mee bezig. Oh, nee, Paul, die fiets gaat er nooit meer terug zien, hè. Oh. En nu? Ja, jij kunt niet meedoen, zeker, hè? Oh, nee. Wat Paul niet kunnen meedoen? Oh, nee? Mijn fiets is gestolen? Ah, dat is dan goed nieuws. Ja. Oh. Zeg. Kom binnen, Lido. Maar dat is Ludo Dirkses. Nee, ja. Bertans, joh. Oh, Ludo. Oh, wat ben ik blij dat
kan ik u zo in levende lijven zien? Hé, wat zit jij schattig met dat kaal koppeke? Kom eens hier. Ludo is van toen hij nog begon altijd met de grootste fan geweest. Hè? En dus heb ik aan Ludo gevraagd, wat moet je doen om een koers te winnen? Hè? In conditie zijn natuurlijk. En goed materiaal hebben. Hè? Voilà. En daarom leent Ludo zijn fiets aan Popol. Popol, uw probleem is van de baan. Zeg maar, dat zou ik nu nooit doen, hè, dat zo'n... professionele fiets uitlenen aan een amateur. Geen probleem, hè. Hier, Paul. Dat is die fiets nog waar ik een rit in de Ronde van Frankrijk mee heb gewonnen. Ja. Zo licht, joh. Dat je dacht, die is helemaal van karton. Carbon? Ik dacht al, als het regent. Ja, bedankt, hè. Bedankt wie? Uw voorzitter heeft daar weer voor gezorgd, hè? Dus wat zijn die nu, hè? Dank u, Ludo. Waarom bevoordeelt jij alleen Paul? Omdat Paul de enige is die deze koers kan winnen. Zotte blijf. Oh ja? Denk jij dat ik dat niet kan? Wat zeg jij, Sjoe? Wat ik denk... Zie je dat? Zeg het ook, hè? Ik heb zelfs geen koersfiets. Oh, zeg maar, Carmen, maar ik denk eraan, ik heb thuis zo'n spiksplinter nieuwe occasiefiets staan, hè? Oh. Voor u, voor vriendinnenprijsje. Oh, allee. Oh, merci, Fernand. Ah, wel, ik kan bewijzen dat een vrouw ook de koers kan winnen, hè? Oh. Ja, ja, dan zult je veel doping moeten pakken. Ja. Oh, nooit doen, hè? Want dan word je gecontroleerd. Ah, ja. En als je wint, moet je iedere keer een plasje gaan doen. Oh. Ja, ja, een plasje, ook bij de amateurs. Ja, ook bij de amateurs. Ook bij de amateurs. Ja, ook bij de amateurs weten ze wat kevers en wespen wil zeggen. Mm. En gesneden brood. Ja. Oei, brood. Ja, maar dat heb ik toch niet bestaan. Hallo, met het ministerie van Volksgezondheid. Ja, ik wou een misdrijf aangeven. Ja, doping. Ja, er wordt volgende zondag hier een koers gereden en nu ben ik... toevallig te weten gekomen dat de toekomstige winnaar zichzelf doping zal toedienen. Omdat ik een dood eerlijke mens ben. Ik kan niet tegen bedriegerij. U stuurt een inspecteur? Goed, goed. Mijn naam? Mijn naam is anoniem. A-N-O-O-O-O. Maas, jij wordt weer zo goed als nieuw. Is dat Masseira? Je bent precies uw handen aan het afvegen. Sjoeke, ik kan heel veel, maar ik ben geen kinesist. Nee, maar 30 jaar geleden wisten we wel hoe dat moest, hè? Ah ja, dan waren uw beentjes ook 30 jaar jonger. Oh, en nu? Ik heb de benen van Naomi Campbell. Ja, maar dat is waar, Sjoeke. Oh. Alleen een klein beetje bleker. Nou, goedenavond, allemaal. Oh. Herla, zeg, zie dit wat ik hier heb meegebracht, zeg. Oh. Voilà. Zie, dat ziet er goed uit. Ah. Alleen zo te zien voor de eerste keer is het geen bro. Je weet dat toch. Ja. Zeg, pas op, dat is het beste van het beste. Ja? Allee, Xavier, help mij daar eens op. Ja, wacht. Hop, kom. Is dat zadel niet veel te hoog voor u? Maar dat is niks, dan laten we dat zakken. Ja. Dat staat nu nog op de hoogte van Paul. Idor. Polidor, die heeft daar vroeger nog mee gereden, hè? Oh, maar ik begin helemaal in vorm te komen, hè? Oh, nee, dat is prachtig, hè? Oh, je weet het. En dat alles voor de spotprijs van 1.000 euro. 1.000 euro? Xavier, help me eens af! Als hij niet was, hè? Ja. Maar jij krijgt deze formidabele fiets aan de helft. Aan de helft van de prijs, hè? 500 euro. 500 euro?
Ah, wel, je mag nu een broel houden. Eerst 200 en geen frank meer. Man, ik schud hem een broek aan. Ja. Allee, omdat vreest is. Ja, dat scheelt dan. Pak in uw portefeuille, ik zal weer. Ja, maar. Ja, maar jij wilt toch dat ik win, hè? Ja, natuurlijk, zo. Ah, ik wist wel dat ik op u kon rekenen, alsjeblieft. Mark, let jij eens op mijn fiets? Ik kan mijn rugnummer halen. Ah ja, dat is hem weer niet pikken. Zeg, Markske, waar staat de heer buiten te wachten terwijl dat jij binnen Ludo Dirkses kunt interviewen? Zeg, dat is nu toch de kans van uw leven? Ja, maar meneer Van Aan, ik heb aan Paul beloofd om op zijn fiets te letten. Allee, ik zal hem goed daar nog eens laten zien. Hè. Ik zal er wel op letten. Echt? Oh, dank u. Meneer Van Aan, jij bent dus echt een goede mens. Hè. Ik weet het, Mark. Ik weet het. Zeven en vijftig, hier, tekenen. Ja. 13. Allee, hopelijk brengt het u geluk. Dat is hier. En in het café van FC de Kampioenen, beste luisteraars, is het razend druk. En nu op zoek naar Ludo Dirksens. Mark, wat doet jij hier? Ja, een interview afnemen, beste Paul. Jij moest op mijn fiets passen? Ja, maar Paul, dat is dik in orde. Fernand, let erop. En hij heeft me gezegd dat ik hier Ludo zou kunnen interviewen. De Ludo is hier niet? Man, dat grap terug bij mijn fiets, hè. Ik vertrouw dat niet. Maar jij kent Fernand toch? Juist daarom, allee, kom los, zeg. Wat... Juist daarom, beste luisteraars. En wij gaan terug over naar de... Paul, ja? Nummer 1. Voor onze kampioen. Ja. Ela. Waarom krijgt Paul nummer 1? Omdat hij de beste is. Oh, maak jij uw papflesje maar verder klaar. Allee, kom, je moet niet beginnen kabeleien, hè. Kampioenen zijn vrienden. Jij bent de kampioen van de madame. Ja. Zo, dat is niet moeilijk. Er rijdt er maar één mee. Ja, pardon, excuseer, hè. Allee, Bieke, kom hier. Geef nummer 1 maar aan Carmen. Oh, dank u wel, ze. Ja. Maar er moet iemand zijn verstand gebruiken. Ja, hè? Natuurlijk. Ja. Ja. Gelijk dat jij wilt, hè, Paul. Ja. Bon, Carmen, nummer 1. Ja, Paul. Nummer 2. Ik zal die namen zeggen. Ja. Zeg, Paul. Ja. Paul, ik ben uw drinkbus aan het klaarmaken. En niet vergeten, hè. Ik heb al een drinkbus, hè. Ja. Deze is met eikelthee en druivensuiker. Dat is veel beter. Ah, ja, die zijn de schat, hè. Zeg, moet jij mijn drinkbusje niet gaan klaarmaken? Moet ik wel? Ja, vooruit. Oh, ja, maar dat is ik was dat toch juist dat van plan. Ja, allee. Ja, maar... Goeiedag. Oh, Verak. Kom maar even bijzitten, kom. Zeg, ik wil mij daar niet mee moeren, hè, maar dat is niet normaal, hè, daar. Carmen, ik weet het. Wat moet ik doen, hè? Je ziet toch dat hij op zoek is naar een vent, hè? Ja, zorg ervoor dat je er een vindt, hè. Ja, een of andere vrijgezel. Een goeiemiddag allemaal. De burgemeester vraagt iedereen aan de start. Ja. Paul, ik wens je natuurlijk het allerbeste. Ja, ja. En u ook natuurlijk. Ja. Maurice? Ja? Balthazar heeft gevraagd of jij de rugnummers nog eens wilt controleren. Ja, de rugnummers nog eens controleren. Buiten, ja. Ik ben direct terug, Verak. Ja, direct terug. Mag ik u even voorstellen? Dat... Vera. Ah.
Dat is Fernand Kostermans, zaakvoerder antiquair. Ja, ja. En mag ik u iets aanbieden van het huis? Voor Fernand Vieuken, zoals gewoonlijk, ja. En voor Vera? Een witte martini. Voilà. Dan laat ik u eventjes kennis maken. Alleen, met uw tweetjes. Dag, Vera. Hallo. Ja. Fernand. Eikeltee. Ja. Veel succes, Carmen. Merci, Ludo. Hier, kom hier. En winnen, hè, voor de ploeg. En ook een beetje voor mij, hè. Allee, Sjoeke, waar blijf je nu? Of moet ik uitdrogen onderweg? Zeg, wat doe jij hier nog? Jij bent toch seingever? Ja, maar ik moet eerst mijn Sjoeke soigneren. Hier, Sjoeke. Dat zal je energie geven. Ja, nee, ja, kom. Ja, en... Ster! Muziek! Muziek gedaan! Ja, dank je. Aandacht alsjeblieft, dank je wel, merci. Beste vrienden. En ook vriendin daar. Hartelijk dank namens onze gemeente voor uw medewerking om het samenhorigheidsgevoel van deze, mag ik wel zeggen, parel van Vlaanderen als het ware, te bewerkstelligen. Proficiat. Ivo, Ludo, je mocht het startschot geven, ja. Ja, beste luisteraars van Radio Hallo, het is Ludo Dirksens die hier het startschot zal geven van deze wielerwedstrijd. Hij steekt de hand met het pistool in de lucht en... Ah! Ja, maar dan Vera. Ik ben een grote kampioen. Hè. Ik heb al gespeeld op Saint-Quentin en op Barcelona. En altijd prijs, hè. Amai, proficiat. Zeg, je kunt niet geloven hoe goed dat mij dat doet. Dat zo'n dame gelijk jij geïnteresseerd is in mijn duiven. Hè. Oh, maar ik hou van de duivensport, meneer Kostermans. Zeg maar, Nantje, van de vriendinnen. Ja. Weet je wat, die spelen aan mijn kop. Binnen een half uur moeten mijn duiven vallen, dan kun je dat zelf iets meemaken, hè? Ja, natuurlijk. Nantje. Zullen we dat maar? Voilà. Dag samen. Dag. Nog een prettige dag. Yes! Ja, en op dit ogenblik, beste luisteraar, demareert Paul de Tremmerie. Meter per meter wint hij veld. Is dit de definitieve ontsnapping? Dan laten we ons nu even afzakken om te bekijken wat de schade is die Paul met deze demarrage heeft aangericht. Eén renner heeft een gat laten vallen. En zo te zien is het de enige vrouw in deze wielerwedstrijd, Carmen Waterslagers. Wat een poep. Inderdaad, luisteraars, wat een poep. En zal zij dit gat nog kunnen dichtrijden? We gaan eens proberen om een interview te maken met deze onfortuinlijke atleten. Carmen Waterslagers, problemen? Rustig, hè. Het bijna weg, hè. Godverdomme. Oei. Ja, en na deze typische Tom Steels reactie gaan we eens kijken hoe het staat bij de kop van het peloton. En wat zien we? Paul de Tremmerie heeft zijn voorsprong vergroot. Zal hij deze wedstrijd winnen? Dat vertellen we u later, beste luisteraar. Intussen. Mijn Paul doet het toch maar weer, hè, zeg. Voilà, zeg. Mijn Albert Junior is al gevallen, hè. Hé, hey, dat wordt de superprijs, hè. Mijn Pascal, Pieuke. Waar is Vera? Ja, die komt nog, hè. Die zit nog op mijn kop, hè. Die is zo verzot op mijn duiven, hè. Man. Zo super wat dan, hè. Ja, Mark Vertongen, om u te melden dat de voorsprong van Paul de Tremmerie al maar groter wordt. We houden u op de hoogte, beste luisteraar. Doodje, proficiat, hè. Zeg maar, ik heb altijd voorspeld dat Paul ging winnen, hè. Hé, ik ken die drinkbus. Ah ja, die is van Paul.
Ja, maar we gaan me toch niet vertellen dat Paul weg is zonder drinkbus? Oh, wees gerust, hij heeft een andere. Nu vul ik deze met dit hier, hè. Ja, maar die was toch gevuld? Ja, maar met wat daarin zat, daar kun je geen koers mee winnen, hè, Ferno? Maar juist wel. Ja, ik doe het ermee aan denken. Ik moet even terug naar het duivellokaal. Ferno, en uw vieuke? Zet dat maar op de rekening. Van het huis, hè. Kom je aflossen? Niks van. Ik sta hier goed. En ik ben niet moe. Allee, Jean-Marie Leblanc! Hey! Ja, als een burgemeester mij zegt dat ik u moet komen aflossen, dan doe ik dat. Hè. Hier, kom, dat is spiegelaar. Hij rijdt verkeerd, hè. Dat is uw schuld. Paul! Paul! Dat is een brave mens, dat is gedienstig, zeg. Bop, bop, bop. Wij wachten samen met u op de doortocht van de renners, luisteraar. En intussen staan we hier te midden een Vlaams tuinbouwgebied waar een rijke variatie aan jonge sla stilaan de kop boven de Vlaamse klei uit doet steken. Het weer is nog steeds prima, zeer hoge temperaturen voor de tijd van de sla. En zeker hier op deze asfaltsplitsing, waar tussen een groene weide samen met ons wacht op de doortocht van de renners. Oude keer uw kop, we zijn verkeerd bij gedacht. Hoi. Oh, dat is precies Carmen. We zijn dus toch goed. Ja, een spectaculaire ontwikkeling hier, beste luisteraars. Carmen Waterslagers heeft niet alleen haar achterstand ingehaald, maar heeft zich nu ook losgerukt uit het peloton en rijdt nu alleen aan de leiding. Carmen, je ligt op kop. Maar blijf! Dag op kop, ligt bij gedacht. Hallo! Wacht eens even! Hallo! Stik hem voor, stik hem voor. Dingetje. Stoppen, stoppen. Stoppen, je bent verkeerd. Je moet omdraaien. Dat kan toch niet? Ik heb een seingever gevolgd. Omdraaien, je bent verkeerd gereden. Ja, jongens. Stop, Anna. Omdraaien. Je bent verkeerd gereden. Omdraaien en terugrijden. Ja, het is samenhorigheid, ze. Er staat nog van de koersdirecteur, dames en heren. Welke run zal het in staat nog komen? Dat kan nog wel een hele tijd duren. Hij zei dat Carmen op kop ligt. Hé, hey, Carmen? Ja, maar je kan dat toch niet volhouden. Nantje? Kan ik u na de wedstrijd even spreken in het café? Met veel plezier. Veerakke. Yes! Fantastisch, een vrouw als een winnaar van deze koers.
Markens, gefeliciteerd met uw overwinning. Ja, merci, Markens. Wat heb ik u gezegd, hè? Mevrouw Waterdienst, kom voor de ceremonie protocolair. Ja, dank u wel. Ja, en ondertussen begeeft de overwinnaar zich naar het podium. En intussen heeft het peloton zich gemeld. En daar is het peloton, beste sportliefhebbers. En nog een ontsnapping op het laatste moment. Of is het een vroege spreker? Dit is het nummer 2. Paul de Tremmerie is het. En jawel, duidelijk ontgoocheling bij de Tremmerie. Terwijl de rest eraan komt voor de sprint voor de derde plaats. En wie had het? En dat is Belgisch kampioen Roger Hof. Dank u. Je ziet dat een vrouw dat ook kan, hè? Proficiat en een fles champagne van de gemeente. Oh, dank u. En om het niet te vergeten, een chic van 1000 euro. Oh, dank u. Kom hier, meneer de Burger. Dat zijn twee goeie punten, hè? Ja. Mevrouw Waterslagers? Mevrouw Waterslagers? Ja. Proficiat. Dank u. Maar wilt u nu even meekomen voor een plasje? Een plasje? Waar bemoeide jij mee? Vera van Broekhoven, dopingcontroleur van het ministerie. Ah, bestaat dat dan echt? Allee, rap dan even, want ik kan dat hier niet meer houden. Madame Carmen. Ik wil wel een deel van de winst, omdat jij met mijn fiets gewonnen hebt. Dat verstaat je toch, hè? Ah, wel, je krijgt een deel van de winst, hè? Bob. En leven ons Carmen en zijn magister zijn. Oh, dank u wel allemaal, dank u. Je ziet het bolletje dat de vrouw ook de koers kan winnen, hè? Ja, als ze de mannen de verkeerde kant uitsturen. Ja, in leven moet je uw weg kennen, hè? Goeiedag allemaal. Vera, ik zal direct voor u en Fernand een tafeltje vrijmaken. Het is wel een goeietje, hè, die Fernand. Dank u wel, Pascalke. Maar Fernand is mijn type. Geef mij dan maar iemand als Maurice. Maar ja, hij is niet vrij, hè. En daarbij, ik heb al een vriend. Een vriend? Maurice, Vera heeft een vriend. Dat weet ik. Ze vertrouwt me al haar geheimen toe. Dat was al zo toen ik haar babysit was, hè. Waart jij van Vera? Oh, sorry. En ik dacht dat... Oh, Maurice, ja, dat is wel een foutje van mij. Maar je had mij wel iets kunnen zeggen, hè? Beste mensen, even ja. Uw aandacht. Ja, kom. Ik had het tot nog toe alleen aan Maurice verteld. Maar onze dienst kreeg een anoniem telefoontje om te vragen hier een dopingcontrole uit te voeren. Oh. Anoniem! Foei, wie doet er nu zoiets af? Wel, ik kan u meedelen dat de winnaar, Carmen Waterslagers, negatief bevonden is. Ja! Positief dan. Alhoewel, ze had wel 0,2 alcoholpromille in haar bloed. Dat is met uw dag schoten, hè? Ja, Sjoeke. Zij blij dat het geen busporto was. Dat moet ik niet zeggen. Maar dat was natuurlijk niet de echte reden waarom het ministerie mij naar hier heeft gestuurd. Er werd allang vermoed dat er werd geknoeid in de streek. Met name dat duiven doping kregen. Wacht, meneer Fernand, het wordt juist interessant. Het gaat over... Kieken. Nee, duiven. Mevrouw Vera, dat is hier dus een echte duivenliefhebber, hè? Ja, dat weet ik. Ik heb zijn winnende duif onderzocht en die is positief bevonden. Dat kan niet. Ik ben geflikt. Ja, misschien zat er iets in dat geel flesje. Houd uw mond en nose aan. En dus wordt Fernand geschrapt en moet hij een fikse boete betalen. Dat is niet eerlijk. Dat is dan opgelost. Beste vrienden. Toch ben ik blij, nietwaar, dat het geld in de handen van de kampioenen blijft. Ja, nee. Jij had een afspraak met Paul en ik doe met mijn geld wat ik wil. Man, ja. En ik ga met
een zonnebank kopen. Kerlin, dat kun je niet doen. Nee, dan een broebelbad, hè. Zonder dat geld zitten de kampioenen in de problemen. Allee. Ja, Kerlin, alstublieft, hè. Please. Op één voorwaarde, als je mij nazicht. Carmen. Carmen. Jij bent de beste. Jij bent de beste. Wat blieft? Ja, dat heb ik niet verstaan. Jij bent de beste. Ah, ja, allee dan. Hier is uw checkse. Propitia. Sorry. Kampioenen in de steek zou laten. Nee. Maar die fiets, de, ja, dat is mijn fiets. Maar ja, die is gewoon overschilderd. Elan, Fernand, hier. Maar ik weet van niks, hè. Nee? Moest ik daar 200 euro voor betalen? Jij geeft dat geld terug, hè. Ja. En je gaat mij schadevergoeding betalen om die lelijke kleur eraf te krijgen. Zeg, en ik heb nog een rekening staan van 6 fjeukens. En je krijgt een proces om het verkeer in de war te sturen. Meneer Fernand, foei, foei, foei. Man, 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 miserie. Miserie.